It's beginning to look a lot like winter. Hallo Christmaholics! Ik loop rond in de trendkamer bij het thema Winterjoy. Here we are. Is er wel een winterse stijl in de winkels te vinden. En dat is dit jaar niet anders. Deze stijl is op zich niet zo vernieuwend, maar in de details zitten toch wel weer wat nieuwe dingetjes die ik super leuk vind om aan jullie te laten zien. Everybody smiles, eyes are shining bright. Het kleurenpalet van deze trend is voornamelijk best wel cool. Er zit bijvoorbeeld wit in en zilver en twee verschillende soorten blauw. Een hele frisse jeansachtige kleur blauw en een meer diepe nachtblauw. Maar wat ik echt leuk vind is dat het gemixt wordt met bruin, met amber. Dat is echt een nieuwe trendkleur voor dit jaar. Soon there will be sleigh bells and Santa Claus. It's the number. De showroom was een supermooie keuken aangebouwd met een uitbundig versierde eettafel erbij. Dat vond ik echt ontzettend leuk om te zien. En vooral de gingerbread huisjes, die vond ik heel gaaf. Die hadden ze zowel in de boom gehangen als op tafel gezet of als decoratie op een plank. Echt heel tof. En wat ik ook heel leuk vond waren een soort mokken met namaak chocolademelk en slagroom erop. Kei origineel. Side by side. Naast de keuken was een ruimte ingericht als DIY-studio, als knutselstudio. En je zag het ook al in de Made with Love-trend terug. Die focus op zelf maken, DIY'en, knutselen. Ja, die is super groot en die zie je dus ook in deze trend. En hier is een mooie rol weggelegd voor het maken van kerstkransen van echt groen of van kunstgroen. En voor het werken met droogbloemen. Most magical time of the year. Ja, mijn hart gaat sowieso sneller kloppen van het DIY aspect in deze trend. Ik hou van knutselen, ik hou van zelf maken. Ik ben niet voor niks blogger. Dus hier word ik gewoon heel blij van. In deze kamer toen we daar rondliepen, dat er lichtjes te zien waren waar eigenlijk gewoon een snoer, een girlande met lampjes. En in die lampjes, een soort glazen kerstbollen of glazen potjes of vaasjes, daar zaten dan weer kunstdroogbloemen in. Dus echt super origineel en een leuke manier om kunstdroogbloemen te verwerken in je kerstversiering. Ik ben super benieuwd naar jullie mening. Wat vind jij van deze kersttrend, van het coole kleurenpalet? Is het iets voor bij jou thuis of vind je het wel mooi, maar zou je het niet zo snel thuis doen? Laat het me weten in een reactie onder deze video en dan zie ik je hopelijk weer volgende week bij de volgende kersttrendvideo. Tot dan, doei!